Maar ja, dan ben je er nog steeds niet voorbij, hè? Dat is het kutte. Ik heb genoeg mensen gezien die dit hadden, die denken yes. En dan één gooien. Nou, dan ben je fucked, hoor. Prima. Pa-pa-pa. Boost. Pa-pa-pa. Jezus. Telstocks. Pa-pa. Oh, Jezus. Nou, Birdo komt wel steeds goed daarop, weg, hè? Jezus. Hij komt echt goed weg, Birdo. Oh. Betalen, bitch! Ja, maar de helft maar. Nee, ja, de helft, ja. Buyout. Nou, Jordi, maak jij het af met 3? Nee. Oh, je komt weg, gek. Ja, maar Milan kan er ook nog 1 gooien. Yep. 3 afleveringen lang. De bank. 3 afleveringen lang dit ding ontwijken. Dat is eigenlijk de dream van dit. Ja, mooi. Gelijk weer stokjes kopen, Milan. Gelijk weer stokjes kopen. Hoppa. Lekker hoor. En je ziet ook eigenlijk dat je heel veel stoks, 1 stok niet heel veel waard is in het 1 district. Daar zie je dus het effect van kooplaag in. En daar profiteer je er later heel veel van. Yep. Ja, precies. Nou, nu zou je dus ook met 1 shop weer, die shop van jou rechtsonder, die kan je ook pompen. Als je zou willen. Ja, maar alleen... Je moet niet zo gaan pompen zoals ik aan het doen ben, want je hebt er gewoon de cash niet voor. Nee, en het ook probleem is, je hebt geen monopolie. Heb je monopolie, dan bereik je ook die belachelijke... Dan bereik je ook die belachelijke prijzen, want nu zie je ook... Jij stopt er nu zoveel in, maar hij stopt bij 360, misschien 400. Dus zo hoog is het niet. Nee. Dus dan zie je ook gewoon... Het beste is gewoon direct rushen voor een monopolie als het enigszins kan. Ja, vooral als het kan, dan is het lekker hoor. Maar ja, games kunnen echt, echt lang duren hoor. Er zijn games die gewoon rustig 2,5 uur duren. Als Jordi niet in het begin dat had gedaan, dan... Waren we nog wel even bezig geweest, hoor. Ja, maar dat bijvoorbeeld Harm geen 2 monopolies gehad ondertussen. Hier. Ja, rip mij. Ik heb nu een probleem. Ik heb nu echt een probleem. Ik moet waarschijnlijk een monopolie van mezelf gaan verkopen. Zelfs shop, dat bedoel ik. Want hij heeft geen stocks meer. Ik heb geen stocks meer. Jee! Dus, zometeen is die hele straat... Waarschijnlijk heel die straat voor cel. Ja. Big oef. En zo kan je het ook zien. Nu kan ik shops gaan kopen als ik zou willen. Want het zijn aardig goedkope shops. En zo kan je eigenlijk weer terugkomen van niks. Ja, dat is dan wel weer leuk. Ja. Ja, dat is dus voor mij het risico geweest. Door in die shops gewoon erin vol in te douwen. Dus dat kan uiteindelijk ook mijn ondergang worden. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Toet toet. Toet. Ja, Milan, je hebt genoeg stocks, dus op zich, ik snap wel waarom je bij hem koopt. Harm, jij bent jij bent degene die de dingen door... Oh, hey. Ding dong. Ja, Jordi, jij vindt het een te duur worden, hè? Laat ik zo zeggen, als ik het goedkoop kan pakken, pak ik het goedkoop, anders laat ik het voor wat het is. Maar laat ik zo zeggen, ik ben nog in leven, kijk hoe lang ik dat vol kan houden. Dat vind ik echt het knapste tot nu toe, dat je nog steeds leeft gewoon. Ja. Dat is echt bizar hoor. Jezus, gun die jongen gewoon een shop, man. Milan, je moet nu wel uitkijken, want je staat al op min 92 cash, hè? Ik weet dat je genoeg stok hebt. En omdat je nu deze winkels hebt gekocht, gaat ook deels van je net worth zometeen wel weer omhoog. Maar ja, dat is een beetje het rare van het hele systeem. Die Purdo, jongen. Echt, what the fuck.
Die helpt ons bijna in met lijntje. Mm-hmm. Zoom through every shop or vacant plot. Fuck off. Ja, land even op die 6000. Ja, prima. Nee, land op degene die nog gekocht kon worden. Ja, logisch dat ze die koopt natuurlijk. Ja, Burdo kan ook nog winnen, hè? Mhm. Dat is het lullige aan dit. Ja, dat is fucked. Waarom kies je voor de duurdere? Ik heb geen suits. Oh ja, dat is waar. Ik heb zit er bovenin. Ja, dus je kan nu je turn gaan doen. Dus je stocks of geld, dat is pas aan het eind van je turn altijd. Oké. Okay. Ja. Dus nu moet je wel tactisch gaan kijken, waar ga ik in godsnaam heen? In dit geval is het beter om dat te doen. Wil je eigenlijk stoppen investeren? Ik zou het niet doen. Nee. Omdat je nu al in de min staat en je weet niet hoeveel je stocks je moet verkopen om dat je bouwt rond weer op nul te komen. Kijk, ook laat in sommige plekken, kan ik je wel een tip geven, blijf in sommige plekken. Kijk eerst naar het aantal stocks kracht geld. Dus in dit geval is D, er zitten 22 in. Mm-hmm. Als je dus alle 10 verkoopt, dan ben je er al bijna. Dan hoef je alleen maar in een andere minder geld te proberen. Oh, ja. Dus die eruit, dan ben je al bijna gebuild. Dan crash je dus Burdo straks. En dan zou ik daar in die 18, de 76 uit die andere halen. Oh, ja, hier, dan ben je maar 3 stocks kwijt. Ja, ik zie nu waar ik naar moet kijken. Juist. Dan zoek je hier. Nu heb je Burdo gecrashed. Dat is het leuke eraan. Er zijn genoeg potjes ook dat je tot uiteindelijk... Je moet naar de bank. Ja, ik zal... Ja, nee. Want ja, ik kan wel naar de bank, maar... Ja, je hebt alle zoets al, dus het heeft geen zin. Ja, maar deze boy heeft geen geld meer. Ja. Dus ik moet weer een shop gaan verkopen. Ja, en nou. is er eigenlijk verschil, Milan? Als jij dit op easy roll zou spelen, zou je geen stocks hebben. Dan zou alles gewoon op winkels zijn. Kijk eens wat er nu gaat gebeuren. Hij heeft niet genoeg geld, dus hij moet zijn monopolie opbreken. Ik moet mijn monopolie opbreken. Wat een dikke. Dus dat wordt gehalveerd, die wordt gehalveerd en nou, die blijft hetzelfde, maar die wordt ook gehalveerd. Hoppa. Dus die is meteen een stuk minder. Dat bedoel ik met jezelf in de vingers snijden bij dit. Dus dan kan je zeggen van, oh ja, maar Ham ging zo lekker. Mm-hmm. Maar ja, dan... Maar dan moet je even op A drukken, of op 2 drukken. Ja. Ja, en nu heb jij Monopoly. Yeah. Alleen ja, nu is het ding, wat gaat Ham zo meteen doen? Hij heeft wel geld, maar hij heeft nog maar 3 shops over. Ja. Dus het kan zo meteen zijn dat jij deze wint, omdat Ham zo meteen niks meer heeft. Mm-hmm. Want hij heeft nu nog maar 3 winkels over. Je krijgt een shop! Ja, mijn eerste shop na wat? 40 minuten? Nee, je hebt een keer een shop gehad. Ja, klopt. En ik kan zeggen van waarom doe je deze? Ik heb hier stocks in, dus ik heb hier sowieso nog wel wat profijt aan. Ja. En als ik dan naar onderen moet, heb je dan ook nog een shop waar ik op kan landen. What the fuck? Ja, dat is belachelijk. Oh, iedereen shops gaat dicht voor de dag. Wat? Dat mij komt dat het beste uit, gewoon. Ja. Oh, ze mag ook nog. Beetje dubbel op. Wel deuntjes afspelen. Niet gebruiken, maar wel deuntjes afspelen. Gigi. Ja, super logisch. Nee! Die ene winkel ook. En dan waar ik nog steeds zoveel stocks erin heb zitten, zit ik nog steeds goed. Ik hoef maar een paar stocks te verkopen iedere keer. Mm-hmm. Dus al mijn totale net worth zit... Ja, iedereen doet het day-off. Jezus, jongens. Mijn nou, totale... Dat komt mij nog steeds goed uit, dit. zit in die stocks. Ja. Dus zolang ik die niet laat crashen, en iedereen erin zit, dus iedereen die daar geld in stopt, helpt mij. Dus zolang ik die niet laat crashen, is niks aan de hand. Ja. Terwijl Harms al zijn geld is zometeen gewoon puur en alleen maar
het geld van zijn monopolie. Ja. Hoe hoger level je wordt, hoe meer cash je krijgt. Ja. Ja, het is gewoon even onderzoeken wat er ons is. Het is gewoon knap tot het op dit moment nog steeds tot niemand op mijn 3000 is geland dan. Nee, het knap is dat het spel niet over is gelopen in de tussentijd. Maakt niet uit of niemand erop is geland. Voor jou zeker, dat is echt godswonder. Ja, kan je nagaan, ik had dus nu net 2 monopolies en nu is het al veranderd naar... Tot Milan nog gelijk een monopolie heb. Het is wel een kleintje, maar het is nog steeds voor mij vervelend. Ja. Ja, nu kan jij dus dezelfde beslissing gaan nemen die ik heb genomen. Boost. Zoals een mallefakker. Natuurlijk, sommige winkels komen uiteindelijk veel hoger uit dan andere, maar ja. Is het handig om dit te doen? Ja, eigenlijk wel. Hoppa. Dus je ziet nu, de shopprijs gaat naar 800 als je het met dit doet, of 700 of 500. Dus je ziet ook, precies. Je ziet ook het maxkapitaal wat je in kan stoppen, dus 16. Je hebt genoeg stocks om een fucking hoog omhoog te gooien in ieder geval. Maar je moet doen wat je... Maar is het niet gevaarlijk om al die stocks weer te verkopen? Yep, dat is dus hetgene wat er bij mij is gebeurd. Want ik moet dat is dus ook het gevaar eraan. Ja. Dus het is altijd een beetje een balans zoeken van wat wil je. Mm-hmm. Ga je die, die doet voor iedereen ook pijn. Dus ga je er een beetje verdeeld op in? Of focus je echt op één ding? Nou ja, wat wij doen is vaak op één ding, want is het ook gewoon meteen klaar als iemand erop landt. Als één van jullie erop landt, is het nog steeds klaar. Op die van mij. Bij mij dan niet, maar bij mij wel. Die komt jou ook goed uit. Ja, het zou fijn zijn als iemand nu op een tering hoger landt. Die gaande Burdo is alweer klaar. Zo. Ja, die Burdo, jongen! Round the blocks. En nu denk je, Milan, hey, dit is toch een klein bord? Ja, maar ondertussen zijn we al bijna een uur bezig met deze. Ja. Yeah. Fuck off. Gelukkig. Ik heb, toen ik het met Simon deed, had ik 4 lijnen van slime. Ik was alleen maar level 1. Ah, fuck. Oké, jullie. Nou, zo blijf ik dus een leven iedere keer. Ja. Ja. Bizar dat je toch leeft. Echt bizar. Jezus. Dan kom je goed weg, gek. Dan kom je echt goed weg. Jezus, zat daar nog maar een monopoly, gek. Mm-hmm. Maakt niet uit wat jij hiervoor biedt. Zolang ik niet voorbij dat stuk ben, ga ik er niet mee akkoord. Fuck. Oh. Ik wil eerst voorbij dat stuk. Dan kunnen we weer praten. Nou, nu heb jij geluk. Want jij dat niet op. Ja, dit is voor mij nu het slimste om te doen. Buy the shop out. Ben je niet goed, Cam? Ben je niet goed? Nou, waar zou ik toch naartoe gaan? Dit is echt niet te geloven. Volgens mij komt ze nu weer op die ster, of niet? Nee. Eentje verder. Oh, nou dan kiest ze sowieso voor mij. Nee, dat is nee, ze moet wel bester. Wat een onzin de hele tijd, zeg. Jezus. En dit is niet eens de moeilijkste CPU, moet je nagaan. Nee, maar CPU is wel het klinkklare aids. Hey, geld. Geld. Bakken met geld. Ben nog lang niet uitgeteld. Jordi, je mag zo blij zijn dat jij stocks hebt. Ja, als ik geen stocks had, lag ik er al lang uit. Nice. Ik heb echt de verkeerde shop gepakt.
Nou, je hebt bijna je had recht. Je had nu ook voor de fit Birdo kunnen blokken. Ja. Wat is dit? Oh! Je kan een shop verkopen voor 3 keer zijn shop value. Die zou ik zeker gebruik van maken. Die gebruik ik ook altijd. Dus dat is ja, het lullige is, je hebt op sommige plekken 2. Dus je kan... Ja, Birdo is natuurlijk hier... Zo, 3,40 prima. 3,29. Wat krijg je daarvoor? Ga er eens voor de lol toe. 9,55. Ja, dat is oh, ik kan waard. Ook die doen. Ja, dan krijg je wat cash. Ja. Moet ik hem wel gebruiken? Dat je is... kan zelf kiezen. Ligt ik zou het... Jou. Ja, het ligt meer aan jou. Jij hebt op 2 plekken... Je gooit alleen Birdo meer in het zadel. Dat is een beetje het probleem. Ja, daar heb ik geen zin in om dat te doen. We gaan het niet doen. Kijk, als jij 1 shop ergens had gehad, had ik gewoon gezegd van doe het. Ja, op 1 shop. Ja, dan moet je op yes drukken, yes. Ik guess. Ja. 2. Oh, wat gebeurt er? Hij is een beetje aan het kijken. Aids. Fucking AIDS. En dan... 3. Nu gooi je 3 en ga je erop landen. Ja, 100%. 3. 1. Of 1. Weer 6! What the fuck is dit? Dit had niet uitgemaakt, want... 200? Ja, dus daar moet je ook een lijn volledig uitmaken. Nou, oh, dit is gewoon investeren. Oh my god. Een shop die je hebt. Nou ja. Oh, zo weinig? Oké. Blijkbaar. Fuck, Birdo. Oh, like Spiky. Ja. Yeah. Ik vind het een leuk spel, ik wil dit vaker doen. Hè? Je zei net al dat het een kutspel was. Ja. Ja, maar dat zeg ik bij elk spel, dat het een kutspel is. Dat weten jullie nu toch wel? Ja, nee, ja, precies. Ja, dat is waar. En natuurlijk, iedere board heeft zo zijn eigen gimmicks. Nou, nu heb je het klaar en heb je 200G. Kibium. Oeh, prima. 10% below the market value. Oeh. Nou, als je dus nu het slim doet, dan koop je dus in het... waar je die Monopoly hebt ingekocht. Oh, in niet hier? Nou, daar heb je geen... Dat zijn goedkoop. Ik zou het op de 53 doen. Ja, omdat je 10% minder inkoopt. Ja, dus je, in plaats van 53 betaal je 48. Terwijl als je die van 7 doet, betaal je misschien maar 6. Oké. Maar dan kan ik er dus maar 8 kopen. Ja, ja. Maar je hebt wel 8 keer 46. Ja, nou 8 keer 53. In plaats van 8... Ja, je hebt 8 keer 53 in plaats van 8 keer 46. Dus en dat kan niet meer naar beneden gaan. Die... Nou, het kan natuurlijk altijd natuurlijk naar beneden wel. Gaan. We kunnen allebei als stoks eruit crashen keihard. Maar ja, dat zijn wel zo. Dat is dus de tactiek van het spel. Je hebt nu, ja, je hebt probleem nu maar 5 is... districten. En straks heb je er een stuk van 8. Maar het probleem is een beetje... Er zit helemaal geen stoks in mijn Monopoly, zeg maar. Nou, je kan ook stoks in Monopoly, maar 10% van... Ja, zonder van die 10%, zeg maar. Dat is dat dus. Twee. Ah, neem de andere kant op. Zie. Auw, die 15, auw. Het is gewoon 15 coins, hoor. Drie wedden. Oh, zo. Doe het pijn, Milan gaat, hard omhoog. Het zou mij niks verbazen als hij wint, hoor. Dat zou ik wel heel grappig vinden. Die maakt het spel weer interessant. Moet ik even overrekenen. Wat gebeurde er nou? Ik heb nu de winkel weer verkocht, nu heeft hij weer een Monopoly. Maar waarom zou je dat doen? Ik heb gezegd, het maakt het spel interessanter. Wauw, dit is gewoon mijn naaien. Nee, oké, ik weet weer genoeg. Nou, ik heb stocks hierin. Ja, oké. Ik ook. Ik ook. Fuck off! Fuck off. Ik heb geen shop, je kan tegen mij niet zeggen fuck off. Nee, tegen jou niet, maar ik vind het irritant dat iedereen de hele tijd op dat ding landt. Ja, ach.
Yo, Milan, wees blij dat je er al voorbij bent. Dat ben ik ook. Zo, prima. Een AKD. Memory block. Nou, easy peasy lemon squeezy. Oh, allemaal kleine. Ah, ja, nu wordt het moeilijker. Nu is het lastig. Het is de eerste keer dat ik het ooit zie. Deze. Toegeven, is ook de eerste keer dat ik dit zie, dat dit een lang ding is. Oh, fuck. Nee, je weet gewoon niks. Ik heb dit nog nooit gezien. Wat een kutspel. Je verliest wat in shop value. Van een paar winkels. Oeh, daar ga je stocks. Wauw. Oh, je strips dus. Wauw. Auw. Oh, wauw. Oké, dit heb ik nog nooit gezien. Die kleine vallen nog mee, maar die grote zijn het probleem. Zo, deze is pijnlijk. Milan heeft gewoon de meeste shops, hè? Ja. Daardoor doet het nog meer pijn. Jezus. En stocks. Hoppa. Maar wees blij dat het je geen ready cash kost. Lord of Gold. Nou, gold kan ik nu goed gebruiken. Oh, dat sowieso. Maar de vraag is, krijg je dat ook? Naar mij. Naar iedereen. Beter. Nee, zo, 120 gold. Nou, die kan ik goed gebruiken. Dat is top. Hoppa.